Op hoofdlijnen hebben de beoogde coalitiepartijen in Tiel, bestaande uit PVDB, PVDA, GroenLinks, ProTiel en VVD, overeenstemming gevonden met elkaar. We hebben een aantal thema's benoemd. Dat is op 5 thema's, komt erop neer: leefomgeving, vitale stad, mens en samenleving, inwoners en financiën en bedrijfsvoering. Dat wordt verder er maar uitgewerkt en ook doorgerekend op een aantal fronten. En dan hoop ik dat we daar eind van de maand het coalitieakkoord kunnen presenteren aan de Raad. En over kunnen gaan tot installatie van de huidige kandidaat wethouders. Het nieuwe college zal er als volgt uitzien. Carla Kreuk, sociaal domein en sport. Frank Groen, openbare ruimte en economische zaken. Dave Verbeek, onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid. Remco Dijkstra, financiën en wonen. En Erika Spil, duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Wonen in al zijn facetten voor verschillende doelgroepen wordt een van de belangrijkste speerpunten van dit college voor de komende jaren. Voor Tiel is belangrijk dat het aspect wonen goed wordt uitgewerkt. En ook de huisvesting arbeidsmigranten, wat al een hele lange tijd een hot item is in deze stad. En daarnaast denk ik dat het ook een aantrekkelijkheidsimpuls komt voor starters.